Het lukt aardig om de gezinnen die de dupe zijn geworden van de overstromingen in het binnenland weer op hun benen te krijgen. Dit zegt districtscommissaris Ludwig Mendelsohn van Brokopondo in gesprek met onze nieuwsdienst. Hij stelt dat de overheid hard werkt aan de noden van de burgers, zoals opgenomen in een petitie welke ook is overhandigd aan de beleidsmakers. De petitie die is ingediend bij de regering, mag ik u zeggen van dat dat ook wordt opgepakt door de groep. Er is een presidentiële werkgroep samengesteld. Ja? En ze hebben tot taak om de voorbereidingen te treffen tot het welslagen van deze hulp die moet komen naar de mensen toe. De burgervader zegt verder dat het helpen van de slachtoffers een van de voornaamste punten is welke in de petitie staat. Vooral het traditioneel gezag heeft toen aan de regering gevraagd dat er een compensatiefonds wordt opgezet. Ook is gevraagd naar de realisatie van een crisisplan welke voor korte en lange termijn evacuatie zou moeten zorgen. DC vertelt wat de stand van zaken is. De huizen zijn al gewassen en dat is gegaan via staatsolie naar het gezag. Ja? En ik heb mogen aanhoren gisteren van dat het tot nu toe op de goede weg is. Ja, dus de huizen zijn al nu gewassen. Dus dan volgt nu zeg maar, het inventariseren van de schade van de huizen. En dat wordt ook op een bepaalde manier aangepakt. Ja. Mendelsohn zegt dat het de bedoeling is dat de gemeenschap in het gebied samenwerkt met de overheid om de wederopbouw te laten slagen. De overstromingen in het Brokopondo-gebied hebben van maart tot zeker eind juni vele dorpen blank gezet.